Partnerschappen staan centraal in de inspanningen om positieve resultaten voor kinderen te behalen. Ze zijn essentieel voor het bieden van gelijke kansen en programma's die streven naar verbeterde uitkomsten voor elk kind. Gestuurd op deze gedachten vond vanmorgen de ondertekening plaats van de Memorandum of Understanding, MOU, tussen Telesuur en UNICEF Suriname. Middels deze ondertekening willen beide partijen zich gezamenlijk inzetten om acties te ondernemen om een verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Suriname. Verder geniet het verbeteren van de mentale gezondheid en het ontwikkelen van basisvaardigheden om deze te versterken prioriteit in deze partnerschap. Directeur Mike Antonius zegt dat Telesuur een centrale rol speelt in de digitale vooruitgang van Suriname en het bedrijf zich bewust is van de risico's waaraan kinderen kunnen worden blootgesteld. Daarom vindt Antonius het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de bescherming en het welzijn van onze jeugd. Onze jongeren worden blootgesteld aan allerhande zaken. En het is toch wel tijd dat wij hier meer aandacht aan moeten gaan schenken. Binnen onze organisatie doen wij dat ook. En het lijkt ons, het was een prachtige gelegenheid voor ons om de inspanningen die we verrichten, ook die binnen onze organisatie, nu ook met een partner als de UNICEF te gaan richten op jongeren in onze samenleving. Omdat de jongeren, we zeggen het misschien en het klinkt als cliché, de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Maar hoe investeren wij op dit gebied als het gaat om mental health in de toekomst? UNICEF-vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicholas Spron, voegde hieraan toe dat deze partnerschap een belangrijke bouwsteen is voor het verbeteren van het leven van elk kind in Suriname. Daarom noemt Spron deze samenwerking een mijlpaal en zegt dat er gewerkt wordt aan gelijkwaardige programma's voor elk kind. And today we are bringing this incredibly powerful partner, Telesuur, in this endeavor to address mental health problems faced by children in Suriname. And it's really important that all of us work together towards improving the mental health of every child in Suriname. Mental health is not just a health issue. It's an education issue, it's a societal issue, so it affects all of us. So everyone should work on that issue. And we're working tirelessly at UNICEF to engage more and more partners to address these mental health issues. Na de ondertekening werden enkele jongeren in de gelegenheid gesteld hun mening te delen over mentale gezondheid. Het is heel belangrijk om altijd uit te kijken naar zulke dingen. Het zelfwelzijn, vooral van kinderen die erover kunnen praten, dat het helemaal niet fout is. Ja. Je hebt vriendinnen, je hebt je familie, je kan altijd met hun praten. Ja, we moeten elkaar altijd laten voelen of als we daar zijn voor elkaar. En altijd luisteren wanneer iemand iets te zeggen heeft. Jullie kunnen altijd erover praten met iemand van wie je houdt. Misschien kunnen ze je helpen. Ja. Hulp zoeken, met mensen praten erover. Dat is de beste manier om te gaan ermee. De samenwerkende organisaties kijken positief uit naar de projecten die uit deze samenwerking zullen voortvloeien.